twee verdiepingen en dan nog één. Eens één. Lekker hè? En ik heb nog één trui gekocht. Ik had wel eens een vraag gekregen of ik alleen woon of ja, een beetje dat soort dingen. En ik heb een sushi wrap. Is die leeg? Ja, één slok. We zijn zo brak. Ik heb ook gekotst. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik ben bezig met het maken van weekvlogs. Het is natuurlijk nu vandaag maandag en ik heb vakantie. Dus dat is super chill. Lekker een beetje vrij. Ook moet ik leren, want ik heb hierna twee weken lang tentamen. Ja, ik hoef natuurlijk niet 24/7 te leren hoor. Dat is natuurlijk onzin. Het is nu rond 12 uur volgens mij. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een soort kotra aan, een ketting en gewoon een flare broek. Mijn opa is vandaag jarig, dus daar ga ik eventjes heen. Ja, ik heb net een paar vlogs geëdit. Een andere video geëdit. Ja, en ik wil eigenlijk... Heb ik echt heel erg honger, want ik heb nog niks gegeten. Maar ik wil eigenlijk American Pancakes bakken. Want ik weet niet, ik zie dat de hele tijd op Instagram voorbij komen. En ik heb er nu gewoon zoveel zin in. Ik ga dat denk ik gewoon maken ook. Maar ik ga eerst even de vlogs even compleet maken. En het uploaden. En inplannen en zo. En dan ga ik even wat eten, want ik heb echt heel erg honger. En misschien ga ik vandaag beginnen met leren, maar dat weet ik nog niet zeker. Lekker hè? Het is inmiddels 7:30. Ik ben naar mijn oma geweest. Opa was jarig. En ik heb net even spaghetti gekookt en dat heb ik net gegeten. En ik ben echt helemaal verslaafd aan de Avatar, zeg maar die animatieserie van vroeger. En ik heb in één dag al 17 afleveringen gekeken. Kan echt niet. Maar ja, ik vind het echt geweldig. En ik heb echt mijn bril nodig als ik tv kijk, want anders kan ik niet lezen. Maar ik vind het zo kut. Morgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik zie er echt niet uit. Dus ik heb geen make-up op en weet ik het allemaal. Maar ik ben aan het leren, dus ja, dan heb ik dat niet echt nodig of zo. Ik heb net even cornflakes op en ja, ik ben even nu bezig. Ik ben nu gewoon even bezig met alles voor mezelf opstellen wat ik moet leren. Van welk hoofdstuk, van welk vak. En dan ga ik daarna even een planning maken wanneer ik wat ga maken. En ja, ik zal het jullie even laten zien. We zitten nu in deze week en ja, het is natuurlijk vandaag dinsdag. Morgenochtend hoef ik alleen te werken en zaterdagochtend. En verder kan ik gewoon leren en zo. En dan zondag heb ik een feestje van mijn opa en oma, dus dat is wel gezellig. In ieder geval, dan volgende week donderdag heb ik pas mijn eerste toets. Dat is dit. Dit is, ik weet eigenlijk niet wat het is, maar dit is geen toets. En die dag daarna, dus ik heb het eigenlijk pas ja, dik over, ja, over anderhalf week... twee tentamens. En ik heb hier rijles. En hier heb ik mijn praktijkexamen midden in mijn ding. Het is echt heel handig weer, maar niet eens. En dan die week daarna woensdag heb ik mijn laatste tentamen. Dus het valt allemaal best wel mee. Dus ja, dat is wel chill. Ik heb 3 tentamens, maar ja, het moet gewoon wel even leren. Hier ga ik lekker naar Thuishaven. En naar een verknipt bootparty. En hier begin ik met mijn stage. Het is inmiddels 3:15 en ik kan gewoon geen concentratie vinden om te leren. Dus ik ga even douchen en kijken of ik het me dan beter voel. Oké, ik kom dus al een tijdje op de douche, mijn haar is helemaal opgedroogd en zo. Alleen, ik heb net Love Island gekeken, want dat had ik al 2 dagen niet gezien. Dus ik kon 2 afleveringen kijken en ik heb nog steeds niks gedaan voor school. Ik baal hier gewoon oprecht van, want weet je, ik wil gewoon echt leren, maar het lukt gewoon niet. En soms... Ik denk echt dat dat herkenbaar is bij jullie, weet je. Dan wil je gewoon echt leren, maar dan lukt het gewoon niet. En ik kan me gewoon niet concentreren. En dan denk ik echt, hoezo lukt het nou niet? En ik heb zoveel te leren. En ik doe echt alsof ik niks te doen heb. Maar dat is altijd zo. Maar het is echt fucking irritant.
Het is opeens echt super mooi weer. Echt niet te geloven. Vanochtend was het echt nog keihard aan het regenen. Oké, ik ben heel even naar achter gelopen. Want ik dacht, misschien doet even wat frisse lucht me goed. Dan kan ik even beter leren daarna. Of zo, ik kreeg concentratie. Ik weet het niet. Maar toen kwam ik hier achter. En toen, oh my god, dit is zo'n mooi uitzicht. Ik kan hier zo ervan genieten gewoon. Het is echt geweldig. Zo mooi weer gewoon opeens. En het zonnetje schijnt. En het is echt gewoon helemaal stil water. Echt heerlijk. Maar nu ga ik weer even terug naar huis. Het is avond. Ik heb echt bijna niks van school gedaan. Het is echt zo erg. Maar ik kan het gewoon niet. Ik moet morgenochtend werken tot 1 uur. Ik moet dan heel vroeg beginnen om 7 uur. Dus ik ga zo ook slapen. En oh, ik sloop dit ding de hele tijd. Ja, ik ga nu gewoon bed in, filmpjes kijken en dan zo even slapen. Oh, dit soort momenten haat ik mezelf zo erg. Het is nu 1 uur 's nachts en ik moet morgen gewoon om 6 uur op. En ik kan gewoon niet in slaap vallen. En dat komt gewoon omdat ik echt een verkeerd ritme heb. Ik slaap elke avond zo laat. Omdat ik gewoon elke dag ook gewoon best wel erg kan uitslapen. En dan moet ik 1 keer vroeg op en dan kan ik gewoon niet slapen. Dus oké, ik ga nu echt proberen te slapen. En anders, ja, ben ik morgen weer helemaal verrot. En ben ik weer moe en dan kan ik weer niet leren. Dus ik heb alleen maar mezelf ermee. Morgen is heel vroeg, moet ik naar mijn werk. Ik heb geen tijd, doei. Ik ben thuis van werk inmiddels. En ik heb net even een tosti gegeten. En ik ben nu Avatar aan het kijken again. En ik ga hem zo meteen proberen om te leren. En daarna vanmiddag ga ik waarschijnlijk gewoon even mijn moeder een koffietje ergens drinken. Gewoon even gezellig. Ik sta gezellig met mijn moeder. Ze heeft een pyjama doen. Hoi allemaal. Het is inmiddels een tijdje verder. Het is nu avond. Ik heb al avond gegeten. Zoals vanmiddag had ik een stukje laten zien dat ik koffie aan het drinken was met mijn moeder. Dat was even gezellig. En daarna zijn we nog een paar winkels in geweest. En ik heb nog 1 trui gekocht. Ik heb echt heel veel leuke dingen gezien. Maar het was allemaal een soort van net niet. Dan had ik het aan. Dan dacht ik van, nee. Het is toch niet helemaal wat ik zoek. Maar deze trui vond ik wel echt super leuk. En vooral de kleur vond ik heel leuk. Het is namelijk deze trui. Hij komt van de H&M trouwens. Ik kreeg namelijk zo vaak de vraag, waar komt dit vandaan? Waar komt die trui vandaan? Waar komt die broek vandaan? Waar komt dit vandaan? Dat is natuurlijk niet erg, want dat vind ik alleen maar leuk. Maar ik zal het kort dan wel gewoon zeggen, want anders kreeg ik 100 keer dezelfde vraag. Maar het is in ieder geval deze trui. Ik zal hem even aandoen. Ik vind de kleur echt super leuk voor de herfst. En deze trui was 30 euro. Dus dat is, ja, is wel gewoon een goede prijs voor een trui. Ik zal hem eventjes aandoen hoor. Oké, ik heb de trui even aangetrokken. Zo ziet hij eruit. Ik vind het gewoon vooral leuk omdat je gewoon zo'n patroontje erin hebt. Dan hier bij de mouwen is hij zeg maar, ja, kleiner. En dan een beetje wijde mouwen, een beetje oversized. Nou, is wel leuk gewoon om zo in je broek te doen. Dus ja, zo ziet hij eruit. Wacht, ik zal het ook nog even in de spiegel laten zien. Mijn hoofd ziet er trouwens echt niet uit. Ik heb alleen mascara op en een beetje iets in mijn wenkbrauwen. Maar ik zie er echt, ik heb helemaal geen make-up verder op. Dus ik zie er een beetje dood en wit en moe uit. Maar ja, oh, die lampjes zijn heel irritant. Die lampjes gaan namelijk automatisch aan als deze kast op gaat. Dus dan moet ik er even iets tussen doen en dan gaan de lampjes dus uit. De trui past eigenlijk ook gewoon bij de outfit die ik vandaag aan had. Want het heeft een beetje dezelfde kleurstreep aan de zijkant. Ik kreeg trouwens ook de vraag over deze broek. Deze broek komt van de Cartouche volgens mij. Maar ik weet niet of dat een winkel is. Dat is zeg maar een winkel in Alphen aan den Rijn. Maar ik weet niet of dat buiten Alphen aan den Rijn ook bestaat. Dat weet ik niet. Ik heb hem trouwens ook vorig jaar gekocht. Dus ik denk ook niet meer dat hij te koop is. Nou ja, in ieder geval, dit is dus de trui. Ik vind hem echt gewoon leuk voor de herfst, voor de winter natuurlijk. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Vandaag ga ik maar eens beginnen met leren. Dus ik ga naar de Piep in Amsterdam met een vriendin en mijn klas. En ja, gaan we daar leren. Want thuis ga ik echt niks doen. Dus ja. Nou, ik zit nu in de Piep. Alleen de wifi doet het dus niet, dus dat zijn we even aan het fixen, want ik kan natuurlijk niet gaan leren zonder wifi. Help. Echt? Nou, ik heb hier allemaal samenvattingen en zo. Wat moet je doen dan? Je moet naar die site die ik heb ingetikt.
Oké, ik ga even wat eten. En ik heb een sushi wrap. Ik hoop dat het lekker is. Ik heb alleen geen sojasaus erbij nu, dus dat is wel jammer. Zo, ruikt dat. Lekker. Lekker, ja. Ziet er wel lekker uit op zich. Oké, hier gaan we. Wel lekker gewoon. Ik mis alleen wel een beetje sojasaus, maar ja. Ik heb heel veel privé staan. Hoezo? Nou, weet niet. Leuk, kan je kijken op mensen vast? Lekker. Het is wel goed, ja. Aanrader. Ik heb geleerd. We zijn inmiddels op school, het is 3:30. Afspreken. En we zitten echt niet te leren. Sinds jij er bent, leren we niet meer. We zijn echt verplaatst van het gebouw. Ja, we zitten op school nu. Ja, maar dit is toch wel chiller dan daar, dat je daar in die hele hal zit. Ja, maar daar ga je echt leren. Ja, nou, dat kan niet school. Nee, dat kan dus niet. Nou, ik was een piep echt goed aan het leren. Ik ook. Wat hoor. Oké, nou, we zijn nu onderweg aan het lopen naar huis en we hebben echt niks gedaan toen we op school aankwamen. Nee, we hebben echt niks gedaan toen we op school aankwamen. Dus nou, dat wordt vanavond leren. Maar dat ga ik ook niet doen. Maar nou ja, in ieder geval was wel gezellig. Het is inmiddels avond en ik heb net even Love Island gekeken. En ik vind Love Island echt zo leuk. Ik vind het echt zo'n leuk seizoen. Ik vind hem denk ik zelfs leuker als het vorige seizoen. Maar het is nu echt al aflevering 32 volgens mij was ik. Volgens mij is het wel een beetje aan het einde. En ik wil echt dat het gewoon elke dag door blijft gaan. Als jullie ook dit seizoen van Love Island kijken, laat even weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Ik vind het namelijk echt heel leuk. Ik ben trouwens alleen thuis nu, want mijn ouders zijn naar de film met mijn broer en zijn vriendin. Ik ben nu aan het oppassen op mijn neefje. Ligt lekker te slapen. Super schattig. Trouwens, voor de mensen die dat niet weten, ik had wel eens een vraag gekregen of ik alleen woon. Of ja, een beetje dat soort dingen. Of zeg maar van wie die baby is. En ja, dat. Ik woon gewoon nog bij mijn ouders. Ik ben 18. Mijn broer en zijn vriendin wonen ook tijdelijk bij ons in huis. Omdat ze dus een kind hebben gekregen. Die ondertussen ook alweer 1,5 is. Dus ja, ze werden best wel zeg maar jong ouders. Dus toen zijn ze bij ons in gaan trekken. Ja, mijn broer werd best wel zeg maar op een jongere leeftijd vader. Dus toen zijn ze bij ons gaan komen wonen. Eigenlijk tijdelijk. Ze gaan binnenkort verhuizen. Gaan ze naar hun eigen huis. En ja, ik woon hier dan gewoon met mijn ouders. Maar hun wonen zeg maar in een apart deel van het huis. Dus ja, ze zitten niet bij ons in de keuken of in de woonkamer. Dan hebben ze maar gewoon een eigen plek. Met een eigen keukentje en woonkamer. En dus je zit niet echt op elkaars lip of zo. Dus ja, misschien is dat even een soort verduidelijking voor jullie. Omdat ik er soms wel eens vragen over krijg. Maar ik woon dus gewoon met mijn ouders thuis. En mijn broers vriendin woon hier met mijn neefje. En het is echt zo'n leuk kind. Het is echt, ja, ik ga hem zo erg missen. Want ze gaan echt super ver weg wonen. Helemaal aan de andere kant van Nederland. Want wij wonen zeg maar in de Randstad. En hier zijn alle huizen gewoon heel duur. En we kunnen dat gewoon niet betalen. Want ze studeren allebei gewoon nog. Dus gaan ze bij Enschede wonen. Want daar komt zij oorspronkelijk ook vandaan. Dus haar familie is daar en zo. Dus ja, vandaar. Verder komen we nooit eigenlijk op de vlog of zo. Want dat willen ze niet. En mijn neefje komt eigenlijk ook niet heel vaak op de vlog. Want dat hebben ze liever ook niet. Dus ja, vandaar. Maar mijn moeder wil eigenlijk ook nooit echt op de vlog. Vader, die boeit ik niet echt heel veel of zo hoor. Maar ja, ik praat er eigenlijk nooit over mijn ouders. Of over mijn broer. Of dat soort dingen. Omdat ja, ze spelen eigenlijk natuurlijk een super grote rol in mijn leven. Ik zie hun eigenlijk het meest. Maar ja, we willen gewoon er niet op. En ja, dat accepteer ik gewoon natuurlijk. Ja, ik dacht, ik kan het eigenlijk wel gewoon even vertellen hoe en wat het zit. En voor jullie ook gewoon even wat duidelijker. Ik ben best wel vaak alleen thuis. Mijn ouders werken gewoon of gaan vaak ergens heen en dat soort dingen. Dus dat is verder wel super chill. Maar verder is deze week vlog denk ik niet echt super speciaal of zo. Ik heb dan nu wel vakantie, maar ik heb volgende week tentamenweek. Dus ik ben echt alleen maar druk met leren. En ja, weet je, dat hoort er ook gewoon bij. Dat is ook gewoon mijn leven. Dus ik kan wel gewoon doen
Alsof ik een leuke week heb, maar het is echt gewoon super saai. Ik was dus een paar weken geleden of zo, echt sinds kort, The Sims 4 gekocht. En ik ben er helemaal verslaafd aan. Ik vind het zo leuk. Echt geweldig. Dus ik ben dat nu aan het spelen, maar ik had even zin om Love Island te kijken. Maar ik ga nu denk ik weer gewoon even The Sims 4 doen. Ik zal jullie wel even mijn huis laten zien. Ik ben dus net getrouwd. Helemaal leuk. Maar ik speelde dit vroeger echt altijd. Echt letterlijk altijd. Maar toen... Dat was zeg maar op mijn computer, op mijn iMac. Maar ja, die heb ik nu niet meer. Ja, die moet ik trouwens nog verkopen. Maar nu heb ik het ook zeg maar echt gekocht. Want ik had een DVD, maar dat kan dus niet. Dus nu heb ik het gekocht. Op een site, dat was maar €15. En dan krijg je zeg maar gewoon een code via je e-mail gestuurd. Dus dat is echt een tip. Het is €15, €16. En dan kan je zeg maar een code en dan kan je soort inloggen. En dan ja, heb je het. Oké, echt super onduidelijk dit. Maar goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En het is nu 10:30. Ik heb lekker een beetje uitgeslapen. Ik ben nu even lekker een smoothie aan het maken. En dan ga ik zo meteen echt weer even leren. En vanmiddag ga ik naar mijn oma, want dan ga ik daar even leren. Want dan kan ik even wat beter concentreren. Maar ik ga eerst even lekker een smoothie maken. En ik denk dat ik weer even ga verder simsen, want ik ben echt helemaal verslaafd geworden. Volgens mij zei ik nog tegen jullie van, ik laat even zien waar ik woon en zo. Maar ik zal het even laten zien. Dit is mijn huis. Van voor. Echt zo'n mega huge huis. Ik cheat hem altijd, maar dat vind ik gewoon leuk ook. Zeg maar hier zo de achtertuin. Nou, cute. Dan is dit. Ja, het is allemaal nog een beetje kaal. Ik moet het allemaal nog een beetje leuk maken. Maar heb ik hier de keuken. Eettafel. Lekker een zwembad midden in mijn huis. De bar. En de woonkamer en zo. Dan boven. Hier de badkamer. Ook nog een beetje leeg. Oh, de plant. En dan heb ik hier de kamer van mijn kind. Het is een jongetje dus. Dan heb ik hier mijn eigen kamer. Maar ja, zo ziet het er ongeveer uit. Als jullie dat leuk vinden. Om te weten, misschien boeit jullie echt helemaal niks. Maar ik ben echt helemaal verslaafd. Maar ik moet nu weer even gaan leren. Ik heb inmiddels even gedoucht, omgemaakt en omgekleed. Echt super simpel. En ik ga nu dus naar mijn oma toe. Ik moet eerst even snel even wat eten. Want ik heb alleen nog maar die smoothie op. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. Ik ben bij mijn oma en ik zit even rustig apart in een kamertje. En hier kan ik dus gewoon even lekker leren. En ik vind het gewoon even fijn om ergens anders te zijn dan thuis. Want thuis ga je toch zo de tv aanzetten. Of ga je weer wat pakken of opruimen. Of ja, weet ik het allemaal. Dus hier kan ik gewoon even gewoon alleen maar leren. Ik werd niet afgeleid. Ik heb natuurlijk wel mijn laptop, maar ja, die heb ik gewoon wel nodig. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb al wel wat geleerd. Dus ja, het werkt wel. Maar ik heb voor mijn gevoel zo druk en ik word gewoon niet goed. En toen keek ik dus gewoon even voor de grap in mijn agenda. En toen dacht ik echt, wow, dit is echt normaal geweest. Maar besef gewoon hoeveel dit allemaal is. Dat is echt bizar. Nu is dit mijn aankomende maand. Maar dat komt omdat ik hier begin met stage. Dus deze weken moet ik gewoon vol 40 uur in de week stage gaan lopen. En dit is nu 2 weken tentamenweek. Maar wajo. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb avond gegeten. Het is al 11:30. Ik moest even een video filmen voor mijn schoolopdracht. Dus dat heb ik gedaan. En heb ik geëdit. En daar ben ik echt heel af mee bezig geweest. Dus dat heb ik gedaan. Het is vrijdagavond en morgenochtend moet ik weer werken om 7:00 AM. Maar wel samen met Isabel, dus dat is wel gezellig. Morgen ga ik een video opnemen met Isabel. Dus waarschijnlijk staat hij al online als deze vlog online is. Dus vergeet hem niet te checken. In de avond ga ik uit met Isabel. En de volgende dag, dan blijven we bij haar vriend slapen. En dan de volgende dag hebben we een feestje van onze opa en oma. Omdat Isabel en ik zijn nichtjes, voor de mensen die dat niet weten. Dus dan hebben we samen de verjaardag van mijn oma. Dus gaan we dan heen. Dus dat is gezellig. Ja, dat wordt van het weekend natuurlijk verder niet meer leren. Dus daar moeten we maandag weer mee verder. Nee. Oké, ik zie er niet uit. Maar ik ben met Isabelletje. Hallo!
En ik heb geen make-up op. Nee, ik kom uit de douche. Maar we gaan vanavond een sushi mukbang opnemen. We zijn lekker sushi aan het bestellen. En we hebben zoveel kortingen, gratis dingen. We hebben echt iets van, ik denk, nou, we hebben echt heel veel gratis dingen gekregen. Want bij elke 20 en bij de 50 euro kreeg je gratis rol. Ja. En we hebben 20% korting. Ja. Dus we gaan echt vet veel eten bestellen. Ja, ik heb er zin in. Ik ook. Even omgekleed en opgemaakt. En we gaan nu naar Alphen. Gaan we even de sushi halen en even nog kreeg voor ons oma. En we hebben net een TikTok opgenomen. Ik ga hem erin zetten. Het is echt heel grappig. Oh. Oh. Oh, die jas is echt leuk. Ja. Het is mijn jas. Ik heb echt honger. De lift en Isabel wil niet. Nee, ik heb het zuin. Het is echt. Isabel, het is één. Het is twee verdiepingen. Nog niet eens. Eén. Oh, maar. Isabel, ze gaan hier echt geen lift neerzetten om naar beneden te vallen. Nee, maar het is meer dat hij vast gaat zitten. Isabel, mensen gaan hier ook met kinderwagens en zo in. Oh ja. Ja, ik heb echt, ben ik er vast gezet. Ja, ik ook. Met, oh, ik ben helemaal niet goed. Met, oh, nou, we zijn helemaal in donker. We gaan nu de sushi ophalen. Yay! Heel veel honger. Heel veel honger. Echt. Ja. Oh, ik krijg hem. Die is wel altijd lekker ingeparkeerd, maar in het echt is het nog grappig. Ja. Ja. Het is inmiddels avond, we hebben lekker gegeten. Ik zit zo veel van een sushi, maar het was echt super lekker. Dus binnenkort een sushi mukbang. En ik heb nu mijn haar in de krullers. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat komen en hoe het eruit gaat zien. Ik heb dit namelijk echt al heel lang niet gedaan. Yo! Nou, we zijn helemaal klaargemaakt en al. Mag ik maar kijken naar mijn krullen? Ja. Ja, bij mij is het een beetje uitgezakt, maar het is gewoon een beetje volume. En we zijn onderweg naar een vriendin en daar gaan we gezellig wat drinken en dan gaan we daarna uit. Hebben we dat al gezegd, dat we uitgaan? We gaan uit naar het woudje, Place to be. Ja, maar het is wel gezellig. Het is wel gezellig. Ja. Ik kan ja, niet kijken. Echt niet? Oh, wacht, ik mis nog één kaart. 2, 1. Ja! Sarah! Sarah! 19. Gooi glas leeg dus. Glas leeg. Artje voor de sfeer. Hey, hup Sarah, aanmoedig iedereen. Woehoe. Ze is al leeg. Is hij leeg? Ja, één slok. Ja. Helemaal leeg. Oké, we zijn nu in het hoofdje. Ben je alleen? Maar we moeten naar de wc. Oh. Hallo! Mijn kop.
ochtend hebben. Lekker ontbijt op bed. Lekker knakworstjes. Love it. Wow. Nou, we zitten nu in de auto onderweg naar het feestje. En zijn oog is allemaal heel brak. We zijn zo brak. Ik heb ook gekotst en ik voel me helemaal naar de tyfus. Boek hem nu. Oké, ik ben inmiddels thuis. Van het feestje van mijn opa en oma was super gezellig. Met familie lekker gegeten en zo. Het is nu zondagavond en ik ga lekker mijn bed in. Ik ben zo fucking brak. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet wat er is gebeurd met mij gisteren. Oké, ik werd even gebeld. Maar wat ik aan het vertellen was, is dat ik wel gewoon... Ik was zomaar gewoon heel dronken, maar niet anders dan normaal of zo. Gewoon, maar ik ben gewoon vaker zo dronken geweest. En dat was er niks aan de hand. Maar ik had zo een kater. Ik werd wakker. Ik was zo misselijk. En ik heb de hele dag zitten kotsen en misselijk. En ik kon mijn hoofd niet eens bewegen of ik werd al misselijk. Kijk, ik dacht echt dat ik dood ging gewoon. Maar in ieder geval... Ik had ook niks gegeten, want ik kon niks binnenhouden. En toen gingen we net uit eten met mijn familie. En toen heb ik gewoon even wat gegeten en toen ging het wel weer. Dus nu voel ik me wel weer top. Nou ja, ik voel me niet top, maar ja, ik ben gewoon moe. Dus ik ga nu wel gewoon echt slapen. Ik moet even mijn kamer opruimen, want mijn kamer is echt een zooi. Morgen ben ik vrij. Tot donderdag heb ik donderdag tentamen. Echt fucking kill me. Ja. Ik ga er goed aan werken, even morgen. Ja, dan was dit eigenlijk alweer de weekvlog. Het is natuurlijk zondag, dus daarbij houdt de week op. Ik hoop dat jullie het in ieder geval een hele leuke vlog vonden. Maar ja, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je deze weekvlog leuk vindt. Als je niet kan wachten op de sushi mukbang. Want ik denk trouwens dat hij later dan deze vlog online. Ja, vergeet ook niet te abonneren natuurlijk en de notificatie wil aanzetten. Dan krijg je altijd een melding op je telefoon binnen als ik een nieuwe video heb geüpload. En vergeet natuurlijk niet de reactie achter te laten. Vind ik ook altijd heel leuk om te lezen. En ja, dan zie ik jullie de volgende week weer.